Winkeliers in Druten richten volgende maand hun eigen samenwerkingsverband op. Dat doen ze uit onvrede met de huidige ondernemersvereniging Druten. De ondernemers zijn niet van plan een reclamebelasting te gaan betalen bovenop de €350 contributie die ze nu al moeten betalen. De detailisten uit Druten vroegen de ondernemersvereniging nog om de contributie te verlagen, maar dat wilde de vereniging niet. Daarop besloot juwelier Gerard van Woerk om zelf in actie te komen. Hij hoopt dat er volgend jaar een nieuwe vereniging is voor detailhandels die samen met de verbouwing van de Hoge Straat een nieuwe impuls gaat geven aan het centrum van Druten. Dementie lijkt een ziekte waar alleen ouderen aan lijden, maar er zijn ook jonge mensen met dementie. Zij onthulden vrijdagochtend een kunstwerk dat ze gemaakt hebben samen met kunstenares Marloes Meiburg. De jonge mensen die samenkomen bij de Waalboog aan de Bosweg in Nijmegen hebben samen een muur geschilderd. Bij de onthulling van het kunstproject was ook wethouder Bert Frinks aanwezig. De Nijmeegse wijk Willemskwartier bestaat 100 jaar en dat wordt dit weekend feestelijk gevierd. Zaterdagochtend rijdt een zonnetreintje door de straten om de oudere bewoners op te halen. Ze komen bij elkaar om herinneringen op te halen aan de afgelopen jaren. In de middag is het de beurt aan de jonge bewoners van de wijk. Rondom wijkcentrum Het Hert worden verschillende activiteiten voor kinderen georganiseerd. De dag wordt in de avond gezamenlijk afgesloten met een wijkfeest.